Op een koude winternacht wordt een meisje van haar fiets getrokken en het bos ingesleurd. Ze wordt op beestachtige manier vermoord. Het moment is 5 februari 1970. Precies 51 jaar geleden werd de 12-jarige Rini Wielhezen verkracht en vermoord in het Onland, in het buitengebied van Gaanderen. Joost Engelberts maakte onlangs een succesvolle podcast over wat er in die tijd is gebeurd en kwam erachter dat het 51 jaar na dato nog steeds diepe emoties oproept in het kerkdorp. Ik denk dat veel mensen opgroeien met de wetenschap dat dit nooit is opgelost. De angst dat de moordenaar een van de buren is. En ik denk uiteindelijk dat het in de overlevering van generatie op generatie toch altijd een rol speelt. Fiets niet alleen naar huis. Pas op als je iemand aanspreekt. En ik denk dat dat een echo is van de gebeurtenis in 1970. Alice Besselink woont al 25 jaar vlakbij de plek waar het lichaam van Rini werd gevonden. Tijdens haar werk bij de politie hoorde ze alles over de moord. Maar door de podcast is het verhaal weer meer bij haar gaan leven. Ik heb inmiddels ook gehoord dat het dossier was overgegaan van de een naar de ander. Dat er zaken uit het dossier weg waren. Dus ik ben alleen maar meer nieuwsgierig geraakt van wat er dan toch allemaal is misgegaan. En ook hoe het moet zijn voor de familie. En jammer dat die ouders al zijn overleden en nooit antwoord hebben gekregen op een heleboel vragen. En boem, paf, van de fiets gerolde, hartstikke dood. Ja, jouw opa dus, die Rinus en Rini Wielhezen. Ja. Voor mij was het belangrijk om in deze podcast te zoeken naar een mogelijkheid om Rini iets meer te maken dan alleen maar een slachtoffer. Alleen maar, zeg maar, de contouren van iemand waarop één labeltje past, namelijk vermoord. Ik vond het heel belangrijk om te kijken of we van haar wat meer mens konden maken. En ik hoop heel erg dat dat gelukt is. Dat vind ik extreem belangrijk. Of we er ooit achter gaan komen wie de dader is, weet Joost niet. Wel weet hij dat het voor hem niet klaar is na deze podcast. Als er iets nieuws gebeurt dat vermeldenswaardig is, dan op de een of andere manier zorgen we ervoor dat dat natuurlijk naar buiten komt. Het is nog steeds tot de dag van vandaag een hele belangrijke zaak. Het is 50 jaar, 51 jaar geleden dat dit gebeurd is. We kunnen hier ook nog een tijdje over doen voordat we al dan niet iets nieuws vinden. Ondanks dat het verjaard is, is het denk ik toch wel heel goed als het antwoord komt op heel veel vragen.